Goedemiddag. Wat bent u aan het doen? Ik ben hier kapitein op dit prachtige schip en ik ga weer een reisje varen met de mensen. De gasten lopen net aan boord, dus we zijn klaar voor de volgende afvaart. Mag ik mee? Ja, vanzelfsprekend. Leuk zelfs. Welkom aan boord. Dankjewel. Graag. Welkom aan boord. Gedurende deze rondvaart zullen wij u informeren over de meest interessante aspecten van de Rotterdamse haven. Hoeveel jaar doet u dit al? 39 jaar. Volgend jaar hoop ik mijn 40-jarig jubileum te vieren. Ik ben zo van school in 1974. Ik heb op Libanon gezeten in Rotterdam. Ik wilde gaan varen. Nou ja, toen kwam er een kans om hier bij Speedo te komen. Ik had oorspronkelijk bij Smit gesolliciteerd. We hadden toen geen vacature en wel bij Speedo. Dus ik ben toen aan boord gestapt en eigenlijk nooit meer weggegaan. We bevinden ons nu op de hoogte der Parkkade. Einer Anlegestelle für Küstenfahrzeuge und neu gebaute Schiffe. Waar komt het nou vandaan, het vaarvirus? Ja, ik denk dat je dat een beetje van huis uit meekrijgt. Onze hele roet, zeg maar, in het gezin liggen in de scheepvaart. Mijn vader die zat vroeger al aan de beurs, die had een eigen bevrachtingskantoor. Als klein ventje ging ik op woensdagmiddag en op zaterdag, toen werd er natuurlijk nog op zaterdag gewoon gewerkt. Ging ik al mee naar de beurs en dan gingen we bij Café Spaan. Dat was een cafetaria onder de beurs aan het Rode Zand in het centrum van Rotterdam. Gingen we pannenkoek eten, dat zal ik nooit vergeten. En ik ging natuurlijk steeds meer mee naar de schepen. We hadden 4 schepen, mijn vader. En nou ja, dat was natuurlijk leuk en daar zag je van alles. En ja, we hadden gewoon binding met die scheepvaart. Ook mijn grootvader zat er al in. Dus toen was toch het idee al om na mijn studie op school, zeg maar, naar de middelbare school te gaan varen. Nou ja, dat is dit dan uiteindelijk geworden. En ook mijn zoon die past daar weer een beetje in. Die is dit jaar afgestudeerd aan het STC. Daar zijn we net voorbij gevaren aan het Leutkwartier. Dus die gaat ook varen. Vind je dat leuk? Ja, het is toch natuurlijk leuk als je dingen kan delen met je zoon. Hij woont nog wel thuis. Hij heeft wel een vriendin. Dus het is gewoon leuk om ervaringen uit te wisselen en ook met zijn studie te helpen. Om hem, zeg maar, te stimuleren om bepaalde dingen, bijscholingen, noem maar op, wat er allemaal in zit te doen. En dat doen we met plezier samen. Leuk hoor. Until 1970, the Euromast was the tallest building in Rotterdam, reaching a height of 100 meters. It surrendered its title after the construction of the 140 meter tall medical faculty. Is je vrouw ook een Rotterdammer? Hartstikke, ja. Hartstikke? Hartstikke Rotterdams, ja. Ja. Houdt ze ook wel van varen? Ja, het ook wel van varen op een andere manier als ik natuurlijk. Ze heeft wel heel veel gevoel bij hoe ik daarover denk. En dat waardeer ik zeer in de. Dus als we ergens onderweg zijn en er zijn ergens bootjes te zien, dan moeten we daar natuurlijk altijd langs. Dat weet ze inmiddels en daar houdt ze ook rekening mee. We gaan ieder jaar een cruise maken. We zijn pas geweest. We zijn net een weekje terug weer. En dat vindt ze heel erg leuk. Hoewel ze altijd de eerste dag zeeziek is. Hoewel het ook mooi weer was. Maar goed, dat is bij haar het gevoel. Omdat ze natuurlijk nooit verder aan boord is. Ze gaat wel eens een enkele keer mee hier aan boord. Maar dat is niet zo heel veel hoor. Het is vooral mijn ding dat varen. Maar ze heeft zeker iets wel met scheepvaart. Ja. We zijn nu voor de derde keer zijn we een rondje Middellandse Zee gaan maken dit jaar. Nou, helemaal perfect. En dat vindt mijn vrouw en mijn dochter. Die gaat dan ook nog mee. Ik vind dat ook geweldig om te doen. Ze worden niet gek van jouw vaargedoe? Ik word niet gek, nee. Ik sta heel vroeg op dan. Dan heb ik vakantie. Dat begrijpen ze dus ook niet helemaal. Dan sta ik gewoon om 6 uur al buiten op dek. En dan wil ik dat meemaken hoe zo'n haven binnenloopt, hoe de loods aan boord komt. En ja, dat vind ik een geweldige beleving. Dat is voor mij vakantie. Hoe vaak ben je al meegeweest? Nou, de laatste schatting is dus ongeveer 4 jaar geleden. Dat was 35.000 keer. Ken je Peter Piek? Ja, die ken ik heel goed, ja. Al heel lang. Dat is een van onze vaste gasten aan boord die heel veel meevaart. Heel veel kennis heeft van de haven. Anderzijds ook een hele brede belangstelling. Dus wij naast gesprekken over de haven ook hele leuke gesprekken over allerlei andere wereldse zaken kan voeren. Maar de haven, dat zit wel in je hart, of niet? Ja, ik ben in Rotterdam, maar ik kan het laat me niet los. Absoluut niet. Dus het is niet alleen een toeristische attractie van formaat, maar het is een soort dagboek. En je slaat het iedere keer weer open. Tuurlijk, waar het op gedrukt staat, blijft papier. Maar het is elke dag een ander verhaal wat zich laat schrijven op datzelfde papier. En dat is een
Het staat niet stil. Dat is filosofisch gezegd. Ja, maar zo, ik zeg even uit de diepte van mijn hart hoe ik dat zelf ervaar hier. Hoe jaar ik nog meevaar? Nou, zo lang mogelijk. Ik vind het een beetje bizar om te zeggen, nou, al moet ik wielen onder mijn stoel hebben, ik wil aan boord. Maar ik denk dat dat wel een heel groot, eigenlijk wel van toepassing is. Het is een gedeelte van mijn geheel. Die containervaart bij de ramp in Tervoren, jullie gaan naar de PCS? Ja, oké, bedankt. Stuurboord met Jabel. Ja, het water, ik weet het niet. De sfeer, het licht, de vrijheid, de geur, alles. Alles. Als je op het water bent, dan voel je gewoon vrij. Het is heel anders als een kantoorbaan of gewoon ergens in een bedrijf werken. De dynamiek van zo'n haven, de 24-uur bedrijf. Aan de andere kant toch, als je daar een beetje oog voor heeft, een soort van havenromantiek. Ik bedoel, als we straks weer met die Wereldhavendagen hier aan het varen zijn, is het hartstikke druk. Heel hectisch op het water, heel veel gebruikers. Ook met mijn telefoonverkeer is het heel druk. En ik heb ook dikwijls dan best 's avonds ergens geweest met je schip en dan vaar je leeg terug en dan ben je de enigste op de rivier. En dan zie je het 's nachts donker worden. En dan denk je wel, de rust, dan is het toch jouw haven een beetje. En zo beleef je dat. Dus het is een soort van persoonlijke beleving, een vonk die je moet hebben om in die haven te werken en naar je zin te hebben. We zijn er weer. Ja, we liggen vast. Klaar voor de volgende groep mensen die al klaar staat, zoals u ziet op de ponton. Voor het volgende rondje. Dankjewel dat ik mag meelopen. Heel graag gedaan. Ik vond het heel erg leuk om te doen.